Vandaag bespreek ik een arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2011. Het handelt om medeplichtigheid en opzet. Zoals u vast allemaal scherp heeft. Ze spraken van twee vormen van medeplichtigheid bij een misdrijf. Je kunt namelijk voorafgaand en gelijktijdig met het misdrijf hulp verschaffen. Geef je van tevoren hulp? Dan verschaf je vaak middelen waarmee een misdrijf kan worden gepleegd. Is er sprake van gelijktijdige hulp, dan ben je echt behulpzaam bij, oftewel ondersteunend aan de uitvoering van het misdrijf. In alle gevallen is voor de beoordeling van de strafbaarheid van de verdachte die medeplichtig zou zijn geweest, van belang dat de medeplichtige ook zelf opzet moet hebben, niet alleen op zijn eigen hulpverlening. Maar ook op het misdrijf dat is gepleegd. En daarmee komen we aan de kern van de uitspraak die vandaag aan de orde is. Want wat als degene die het delict uiteindelijk pleegt, dus de hoofddader, verder gaat dan degene die medeplichtig is aan het misdrijf had gedacht? Deze zaak komt voort uit een ruzie in de oudejaarsnacht van 2007 in Amersfoort. Twee vrienden krijgen ruzie met een groepje andere jongeren en ze voelen zich enorm bedreigd. Een van de twee, de uiteindelijke hoofddader, voelt zich dusdanig bedreigd dat hij aan zijn vriend, de verdachte in deze zaak, om diens mes vraagt. Kennelijk heeft hij een mes op zak. De verdachte geeft zijn vriend het mes en gaat ervan uit dat die daarmee... Um, Zeg maar de bedreigingen door het groepje waar ze mee te maken hebben af kan wenden. En het is inderdaad zo dat op het moment dat de hoofddader het mes in handen krijgt en hij dat aan het groepje uh, toont, deze personen afstand nemen. Ze beginnen weg te lopen. Dat eindigt goed, denk je dan. Maar nee, de hoofddader is kennelijk erg geagiteerd en hij valt. Degene die, waarmee hij ruzie had en die inmiddels zich een stukje van hem hadden verwijderd, toch aan. Hij steekt één iemand in een been en een ander in de rug. En Hij wordt zelf dan ook vervolgd vanwege enerzijds het plegen, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan het been van een van de slachtoffers, maar ook vanwege een poging tot doodslag, vanwege het steken in de rug. De verdachte stelt in zijn verdediging centraal dat hij zijn vriend. Door hem een mes aan te reiken, alleen maar in de gelegenheid wilde stellen om de slachtoffers te bedreigen, om zich te verdedigen. Maar zijn vriend ging dus verder. Hoe moet je dat nou taxeren? De verdachte zegt ook dat hij niet wist of kon weten dat zijn vriend met het mes zou gaan steken. In wezen ging de hoofddader dus verder dan dat wat de medeplichtige verdachte had gedacht dat hij zou doen. Kan er dan een uitzondering worden gemaakt op het opzetvereiste waar ik net aan refereerde? Dat hangt er maar vanaf. In deze zaak besliste de Hoge Raad het volgende. Als. het delict dat uiteindelijk wordt gepleegd. zodanig samenhangt met datgene waarvoor de verdachte hulp heeft verschaft. Dan kan het uiteindelijke delict groter en verder gaan, of zwaarder zijn geweest. dan het delict wat de medeplichtige verdachte voor ogen had, maar kan het opzet toch worden bedacht te zien op het feit wat uiteindelijk is gepleegd. Anders geformuleerd: er moet een verband zijn tussen het feit. waaraan de verdachte medeplichtige hulp wilde verlenen. En het feit zoals het uiteindelijk is gepleegd. En of zo'n verband er is, dat hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval. Maar de Hoge Raad zegt daar wel bij dat in de regel kan worden aangenomen dat het misdrijf waarop het voorwaardelijk opzet van de medeplichtige is gericht, als dat een onderdeel vormt van het grondlicht, bijvoorbeeld als er sprake is van een gekwalificeerd misdrijf, dat het dan sprake is van samenval. Maar ook. In andere gevallen kan een dergelijk verband bestaan. En ook hier in deze zaak neemt de Hoge Raad aan dat er voldoende verband bestond. Het bedreigen met een mes, het verdedigen met een mes zou in kunnen houden dat er niet alleen werd bedreigd, maar dat er ook iets mee werd gedaan. En daarom gaat de Hoge Raad ervan uit dat de hoofddader in dit geval niet per se verder is gegaan dan de medeplichtige verdachte had gedacht. Althans, dat er geen, opzet, geen uitzondering kan worden gemaakt op het opzet vereisten aan zijn kant. Is het dan helemaal niet meer relevant bij de beoordeling van zo'n zaak... dat de uiteindelijke hoofddader toch veel verder ging? Want je kunt toch in een geval als deze moeilijk zeggen dat... Als de verdachte een mes aanreikt en hij houdt er rekening mee dat er wordt gedreigd. En wellicht houdt hij er ook rekening mee hè, dat er misschien uh, mee wordt gestoken. Dat hij ook meteen um, in gedachten had dat er bijvoorbeeld een poging doodslag zou worden gepleegd. Daarmee kan nog steeds rekening worden gehouden in de zaak, maar het betekent dat het eigen opzet, de beoordeling daarvan. Dus geen rol speelt bij de beoordeling van de lastelegging maar pas weer in beeld komt als het gaat om de strafoplegging. Daar ligt dus de relevantie van elk betoog wat zich centreert op eh, het eigen opzet van de medeplichtige verdachte. Is er voldoende samenhang tussen het feit waarbij hij behulpzaam dacht te zijn en het feit dat het wordt. Dat werd gepleegd. En als die delicten toch samenvallen, wat zegt dit dan voor de strafwaardigheid van de medeplichtige verdachte? Ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen. Bedankt voor het kijken.